Ja, moest ik hij vergeten. Hij had de sleutel vergeten. Die lag nog bij Patrick. In plaats dat hij mij dan even wakker maakt, voorzichtig. Van Moeke, ik ga weg, maar ik kan de deur niet vlot doen. Mijn krant hangt al te hangen. En die doet het ook al, maar ik kan er vanuit de stoel er niet bij. Ja, mits ik mijn stoel omhoog doe. Maar er wil er ook weer eentje erin. Of niet? Blijf je daar zitten? Het is droog, hè? Even frisse lucht, hè? Ja. Blijf je daar zitten? Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer vrijdag, de 3e van de 11e, 2023. Ja, ja, de tijd houdt geen schaft, zeggen we dan. Ik had vandaag weer naar Flyta toe gemoeten. Niet voor mezelf, maar nou lag Sky op tafel. Die heeft de naam van Patrick erin laten zetten. Ik heb al wel foto's ervan gehad, maar ik was lang niet in orde. En dat is ook door Sky een beetje gekomen, want Sky heeft hier geslapen. Maar, ja, moet Sky vergeten. Hij had de sleutel vergeten. Die lag nog bij Patrick. In plaats dat hij mij dan even wakker maakt, voorzichtig. Van Moeke, ik ga weg, maar ik kan de deur niet op slot doen. Wil je alsjeblieft de deur even voor mij op slot doen? Had ik het op slot kunnen doen? Nou kwam ik met de meisjes beneden. Vernam ik dat mijn huis open stond. Hallo? Moet mijn huis leeggestolen worden? En dat in deze tijd? In deze bizarre tijd? Denk even na. Maar dat is er dus nog niet bij. Jeugd, hè? Nou ja, jeugd. Hij is 25. Maar dan nog, dan verwacht je dat ze na kunnen denken. Maar op een Nintendo, nee. Dus hij heeft er wel al van gehoord van me. Want maak me dan wakker verdorie, weet je. En daardoor ben ik zo geschrokken. Ja, verdorie, hè. Hetzelfde geld, je weet het niet. Dus ik had knallende koppijn. En ik was al niet helemaal in orde. Want door het sjouwen van gisteren heb ik hier wat pijn. Want je beweegt dingen die je normaal niet beweegt. Nou ja, heb ik dus weer. Maar ja, maakt niet uit. We gaan gewoon vandaag gezellig verder, ondanks dat het al wel laat is. Want nou ja, wat heet laat? Het is 14:59. Ik ga zo eerst lekker even met mijn meisje lopen. Die heeft het een paar keer de tuin gezien. En voor de rest, nop en jendo. En dat we gaan nou lekker even lopen. Ja, alles is weer open en bloot. Ik kan naar buiten kijken. Ik kan iedereen weer zien. Ja. Dus we gaan gewoon weer lekker eventjes lopen. Ik zal mijn loopapp erbij pakken en zo was. En dan ga ik mijn vest aan doen, mijn jas aan doen. Die zegt 13 graden, daar staat 11 graden. Dus ja, wat zegt deze? Daar blijft het 13 graden op. Ga ik toch ook even die verversen kijken wat de computer zegt. Nou, kom op, laden. Een zwarte vlak heb ik niks aan. Nee. Daar heb ik niks aan. 13 graden, die zegt 13 graden, die zegt nog steeds niks. Daar heb ik een zwarte vlak. Met een rond cirkeltje wat ronddraait, hoor je kriegel of van wat, allemaal stippies. Maar ja, maakt niet uit. Komt wel goed. Mag ik hopen. Opnieuw laden. Verbinding controleren. Gisteren deed hij het wel, dus ik weet niet wat er aan de hand is. Alles is aan, hoor. Ja. Hij doet het gewoon niet. Nou, ik kan er niks aan doen. Dan maar niet. Maakt ook niet uit.
Ja, ik ben bezig geweest om een schijf een beetje op te ruimen. Om op die nieuwste schijf daar neer te zetten. En ja, er zijn ook dingen verdwenen. Niet belangrijk hoor. En ik kan er even goed wel komen. Maar nou is het zware regen, wordt er gezegd. Ja, opnieuw laden. Nee, verbinding me. Ik kan niet weten. Ik heb internet. Dus ja. Hij moet het internet zien te vinden. Hij vindt het internet niet, dat gekke ding. En ik heb gewoon internet. Ja. Ik heb gewoon internet. Maar ja, in ieder geval wat ik zeg. Ik ga de meisjes laten als ik terugkom. Dan ga ik even een koffie doen. En ik ga dan even een vlog delen. En dan ga ik verder lekker aan het werken. Vanavond maken we weer een vlog. In orde. Ja, gaan we weer renderen en dit weet ik veel hoe het allemaal mag heten. Maar in ieder geval, dan zetten we er weer één in elkaar. Maar voor nu zeg ik, geniet van je dag. Doe je ding wat jij wil doen of moet doen of leuk vindt te doen of wat dan ook. En we zien elkaar later gewoon weer terug. Ja toch? Tot dan. En ja, daar ligt mijn grote meid lekker op de bank. Hè? Ja. En vrouwtje zit lekker in de troep, want ik ben met alles en nog wat bezig, maakt allemaal niet uit. En ja, de vensterbank raakt ook voller en voller. De slottafeltje staat een beetje voller, want ik heb spulletjes gevonden voor de televisie. Ik heb even twee kerstkleedjes gestreken. Mijn krant hangt al te hangen, en die doet het ook al, maar ik kan er vanuit de stoel er niet bij. Ja, mits ik mijn stoel omhoog doe, maar dan wil ik ook weer eentje erin. Of niet? Blijf je daar zitten? Het is droog, hè? Even frisse lucht, hè? Ja. Blijf je daar zitten? Ja? Nou, ik moet batterijen halen, want dat ding is ook leeg. En ja, dat raakt natuurlijk leeg. Dat raakt leeg. Maar daar kijk ik nou even niet bij. Hij doet het. Ik laat het vanavond wel zien. Ja? Ja. Ik heb de batterijen daar eruit gehaald. Ik moet gewoon nieuwe batterijen erbij hebben. Ja. Dus, en ik moet oplaadbare batterijen. Dus ik moet even ervoor naar de Action toe. Ja. En dan gaan we straks lekker verder als ik mijn koffie op heb. En ik ga eventjes naar Ilona luisteren en kijken. Ja. Dan komt het helemaal goed. Straks weer lampjes aandoen. Die heks moet ook weg, maar ik verga van de rugpijn, dus ik durf dat niet aan. Want of Sky moet het doen, of ik moet wachten tot maandag, tot Willy het weer voor me doet. Ja, want die moet weer ook naar boven toe. Ja, enkel waar ik er later moet, is het afgelopen jaar heeft ze op het logeerbed gelegen. Ja. Ik zit nog met Sky, maar ja, die is met de feestdagen denk ik niet hier. Hou jij eens even op te slobberen? Slobberkous? Ja, je bent een slobberkous. Ja? Niet doen, word je lelijk van. Moet je nog gapen ook, maar dan moet je gaan slapen. Ja, en dan geef je ze wat. He, bij hun gedenkhoekje, bij Patrick. Maar laten ze het gewoon weer staan, hè. En daar baal ik van. Waarom neem je het niet gelijk mee? Laat het gewoon weer staan. Maar ja. En de ene is toch bijna 40. Dan denk je ook van, denk na, stop het in je boezem, neem het mee. Maar nee. Ja, allebei. Waar ze hun hersenen hebben zit, ik weet het niet. Maar niet waar het behoort. Nou, dat komt ook op televisie, dat komt op televisie, dat beeldje bedoel ik. Dat is ook een kerstalletje, maar van porselein. Nou, de heksen worden opgeruimd en alles natuurlijk. Ja, dat wordt allemaal gewoon opgeruimd. Gaat gewoon ook in de caravanbox. Mijn draaislinger in dat bakkie. Die moet, die komt weg. Boven die spiegel, huppata, en naar de lamp toe te hangen. Ja, die heeft zijn eigen plekje. Dus. Maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Dus ja, de ladder die staat er natuurlijk ook, want dan moet ik weer de ladder op en dan hoef ik even de ladder weer niet op. Maar ja, dat blijft gewoon even zo staan. Ja, we
ga langzamerhand verder en ik moet vanavond moet ik even weer een vlog in elkaar zetten. Ja. En dan zien we wel hoe ver we komen. Wat jou, Elwin? Ja? Zal Rijk alweer naar binnen willen? Nou, het is droog, dus ja, wat wil je nog meer? Zit ze nog hoor, die tante. Oh, en nou hé? Hé? Ja, nou wel, kind. Ja. Nou wel, hè? Ja. Moet je trillen. Het is koud, hè? Dan moet je niet buiten blijven. Hé? Hey. Moet je niet buiten blijven? Ja, je hebt toch niet jasje aan? O, godje toch. Oeh, dat is een camera. Oeh. Hé? Hey? Ja. Hé, wat is het dan? Moet je even wachten, wat is er dan? Hé, wat is er dan? Wat is er dan? Wat hoor je? Wat zie je? Wat hoor je? Wat moet je? Wat wil je? Jullie krijgen Snoopy. Ah, Snoopy? Aha. Jo, Snoepie, uit de bak. Snoepie, uit de bak. Oh, er zitten ook nog stokjes in. Nou, kom dan. Auw. Ja. Het gaat op. Zo moeilijk. Eén hand. Hij is afsluitbaar, maar ja, zo'n villet is niet. Dan heb je de kracht er niet voor. En kijk eens wat een lucht. Oei, 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 oei. Wat een lucht, wat een lucht, wat een lucht. Vies, goor. Dat doen we zo. Ja, je ziet niet wat er boven die wolken gebeurt, hè. Ze kunnen net zo goed weer met een vliegtuig of gif in de lucht spuiten, laat me zeggen. En dan komt het met de regen naar beneden. Ja, je weet het maar nooit met dat soort lui. Dus ja, dat is het. Het wordt lekker donker. Zo'n legia gaan doen. In ieder geval. De ringlamp. Moet ik eerst een stekker zien te vinden. En dat is die. En dan moet die daar tussen. En dan die. En dan die. Zo. En die moet ik aandoen zonder jullie. Want ja, ik vernam het ook vannacht. Met... Ik draai hier vol. Zo. Ja, ik vernam het vannacht. Ik was wakker geworden. Ik had al eventjes geslapen en ik was wakker geworden. En ik zat eventjes op TikTok te kijken. En er werd dus ook wat aan Google gevraagd. Ja, bij mij ging ook alles aan. Maar ook alles. Ja, dat wil je dus niet hebben. Dan moet je ook weer vragen of ons het uit wil doen, weet je. Maar ja, dan had ook werkelijk alles aan, alle lichten die op haar werken, had ze aan. Nou, dat wil je niet, nee. Ik ben er nou achter gekomen dat dat best lastig is. Echt. Maar ja, in ieder geval, het is gebeurd. Ja, weet ik wel dat ze dat zou doen daar op TikTok. Het wordt niet aangegeven, weet je wel. Maar in ieder geval, ja. TikTok, tenminste Google, die deed het bij haar dus niet. En toen zegt ze, nou moet ik toch alles nog zelf doen, waar heb ik je dan voor? Ja, het is maar een apparaat, hè. Ja, je weet het. Maar oké, okay, lieve vrienden, geniet van jullie namiddag. Smakelijk eten, bon appetit en tot later. Ja, er zijn twee versopen hondjes, ja. Een flinke bui gehad, maar ik heb geprobeerd te schuilen bij de bouw.
die schutting die er staat, hij ook zo'n schuin stukje dak, laat maar zeggen, ook van hout. Daar ben ik strak tegenaan gaan staan. Ja, ik denk, dan worden we het minste nat. Maar ja, die blijft niet stilstaan, die grote daar. Hè? Die blijft niet stilstaan, echt niet. En Rijka, ja, die blijft wel beter stilstaan, maar ja, dat is een klein hoopje. Toch af en toe eens eventjes de regen heen willen. Ja, terwijl ik er een hekel aan heb. En mijn knie is heel nat. Nou ja, nat, vochtig. En de achterkant een beetje. Maar ja, het is maar een beetje vochtig. Ik zal de handdoek even pakken, ga ik ze even afrossen. Even geduld. Ga de bank. Op de bank. Tada. Ja. Op de bank. Hé, hallo. Oh, dat is zo lekker, hè. Nee, niet aan mijn arm komen. Dat gaat er straks weer af. Dan komt het weer zelf op. Ja, ik heb nou huisartsfolie erop, want die folie die fly erop doet, ik weet niet wat dat is, maar dat loopt bij mij zomaar los. Nou, kind. Jij ook? Nee, ik ken 1, 2, hoppata. Hoppata. Hai. Hé. Ja, kusje. Zo, hè. Oh, helemaal nat, hè. Ja. Oh, kind toch. Hè? Ja. Nou. Mijn verneusje nog droog. Hè? Joh. Ik heb de handdoek weer op de kachel. En dan kan hij weer drogen. Ja. Dus ja, dat dus. Ik ga weer even op de kachel leggen. Mag ik er weer bij? Dankjewel. 1, 2. En dan haal ik die naar voren. Die keer zo meteen in elkaar. Denk ik. Want ik denk niet dat het daar naartoe komt. Dat daar naartoe. Die stoel. Kan ook. Weer ertussen. 1, 2. Zo. Voilà. Kunnen we weer televisie kijken. Ja. Maar ja. Kijk. Ja, die trap die staat nou in de weg. Ik kan er ook even niks aan doen. Maar mijn bek of de lamp van de televisie staat daar. Die gaat naar boven. Kerstboompje staat er al op. Dus ja, ik ben nog lang niet klaar, hè, dat weten jullie wel, ja. Klokjes hangen al aan de lamp. Dus ja, ook die doet het al, maar ja. Oh, kostje dikkie, alles, ja. En die streng doet het ook al. Maar ja, dan moet ik Google vragen. En dan gaat het bij jullie de Google ook. Dat heb ik vandaag dus ook gemerkt, maar oké. Ik ga een patatje in de oven gooien en ik ga de televisie aandoen. Er komt geen GTST, dus ja, jammer dan. Maar eventjes aan mezelf denken en daarna een vlog in elkaar zien te flatsen. Ja, dus het komt helemaal goed. Hou gewoon vol goede moed. En, oh ja, mijn arm haal ik eventjes weer leeg, even die troep eraf en dan kan het even luchten. Zalf erop. Ja, komt het helemaal goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Ik laat het jullie straks nog even zien met mijn arm, maar ik ga eerst even de patat in de oven doen. En een bord pakken en een hele boel klaarmaken en dan doe ik mijn arm. Ze zeggen, tot later. Ja, het is al hartstikke laat en ik ben helemaal vergeten om jullie er eigenlijk eerder bij te pakken. Ik dacht er nu net aan. Ik denk, oh ja, chips. Maar in ieder geval, Sky die slaapt weer bij Patrick. Dat is helemaal goed.
Hij is wel even nog hier geweest vanavond. Was ook even gezellig. Ik ben droog overgekomen met de meisjes. En buialarms, allebei zeiden dat er regen zou komen. Dus ja, ik liep er tegenaan. Maar het heeft helemaal niet geregend. Die buien die zouden komen, dat is... nou ja, ik denk dat het de andere kant is opgewaaid. Ik weet het niet. Ja, ik heb de folie dus eraf gelaten. Want dat zat vastgeplekt. Ja, dus ik heb mezelf eigenlijk moeten pijnigen. En ik heb er dan zelf op en er komt geen folie meer op. Het is te vroeg, maar ja, als het aan mijn huid vast blijft zitten, dan wil je dat niet hebben. Dus ja, er hangen allemaal vellen bij. Maar hij is er dus wel mooi. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ja, het glimt natuurlijk door de zelf. Maar ik ben er verder zo gek mee hoor. Ja, ik ben er heel super blij mee. Ik had het al even ingekleurd. Denk ik, ja, het is nou zo wat rood. Omdat het ook wat beschadigd is. Maar dat geneest alweer. Dat geneest allemaal wel weer. Dat doet nou enkel een beetje zeer. Ja, en ik heb het zelf op. Dus ja, één mouw naar beneden, één mouw omhoog. Moet maar eventjes, maar het komt allemaal goed. Ik ben nog even op Facebook bezig, dat maak ik af. Dan hoef ik dat niet morgen maar druk om te maken. Morgen moet ik het weer doen, maar dan is het niet zoveel. Dan is het gewoon normaal. Want als je meerdere dagen laat opsparen, ja, dan raak je de kluts kwijt. Dat moet ook niet. Dus ja, en ik ben heel bezig een plaatje te delen. Leuk plaatje gemaakt met vogeltjes. Ook altijd leuk. Dus, maar in ieder geval, ik ga zo lekker naar bedje toe. De meisjes zijn al uit geweest. En dan gaan we lekker slapen. En dan zien we wel weer wat de dag morgen ons brengen gaat. Dus ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Morgen uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Hoe laat ik eruit kom, weet ik niet, want het is nou 2:56. De keer dat ik op mijn bed leg, is het vele malen later. Dus ja, dan zal ik er ook wel weer later uitkomen. En ja, God die houdt over ons allemaal gewoon de wacht, dat weten we gewoon, ja. Die houdt over iedereen de wacht die hem dierbaar zijn. Maar wij zijn, ik hou ook van God, weet je, dus hij zal ook wel van mij houden, dat weet ik wel zeker. Ja, en ik probeer ook altijd goed en lief te zijn naar anderen en dat is wat je ook moet doen, uit je hart werken. Maar in ieder geval, God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg gewoon, graag tot aan de andere kant van de nacht. Mwah, doei.